Karim Rekik, je speelt tegen een club uit jouw stad aanstaande zaterdag. Ja, zeker. Ik speel tegen ADO thuis, dus nee, zeker mooi om tegen ADO te spelen. Geboren in de Heemraadstraat in Scheveningen. Ja. Is het dan nog bijzonder voor jou om tegen Den Haag te spelen? Ja, het is niet echt bijzonder, omdat ik in de jeugd ook al vaak tegen ADO heb gespeeld natuurlijk. Toen ik bij Feyenoord speelde in de jeugd. Dus ja, het is niet echt bijzonder. Het zou wel bijzonder zijn als ik tegen Scheveningen zou spelen. Ja, want daar heb je in de jeugd gevoetbald. Wij kennen die club als een goede topklasse. Hebben het nog goed gedaan tegen Cambuur ook in de beker. Hoe ken jij die club? Ja, ik was heel klein. Volgens mij was ik 5 toen ik daar speelde. En toen ik 7 was of 8 was, ging ik naar Feyenoord. Dus nee, maar ik heb daar een hele leuke tijd meegemaakt. Ik heb ook foto's teruggezien en zo. Dat zijn eigenlijk de meeste herinneringen wat ik heb. En nee, maar ik heb daar ook 16 jaar gewoond. Dus nee, zeker mooi om daar gespeeld te hebben. Waar voetbalde jij vroeger? Op de straatjes? En met wie? Ja, Dr. Visserplein heet het. En nee, gewoon met vrienden van me. Die waren wel altijd wat ouder. Maar nee, het was altijd leuk, ja. En had je toen al door dat jij misschien net iets beter was dan al die anderen? Nou ja, zij waren ook best wel goed. Hè. Ik bedoel, vooral op de straat waren zij heel goed natuurlijk met veel techniek. Maar nee, het was wel altijd mooi. En ook daar pushte mijn vader me altijd als ik een partijtje had verloren of zo. Het was niet echt van, vriendschappelijk even een wedstrijdje spelen. Zeg maar. Kom je nog wel eens op hout rust of heb je daar geen tijd meer voor? Daar ben ik laatst volgens mij 2 jaar geleden geweest, dus nee, niet echt, niet, kom daar niet meer echt, nee. Nu spelen jullie met PSV tegen ADO Den Haag, tijdens een hele drukke periode voor PSV. Je krijgt wel te maken met de topscorer van Nederland. Ja, zeker, maar het is alleen maar mooi om daar tegen te spelen. En ik denk als PSV zijnde dat wij gewoon thuis moeten winnen van ADO. Ja, stel je daar wel op in? Hoe bereid je je voor op de mogelijke spitsen van ADO Den Haag? Kramer, Van Duinen, misschien Houtkoop? Nee, we kijken altijd beelden hier en die krijgen ook altijd opgestuurd om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Dus ja, dat gaan we allemaal doen. Volgens mij maakte jij je debuut voor PSV ook in Den Haag. Ja, zeker. Het was de eerste wedstrijd in het ADO-stadion toen. Nee, dat was mooi, ja. Ja, en misschien voor jullie ook wel mooi dat jullie die wedstrijd wonnen. Ja, het was volgens mij 3-1 geworden. Ik weet niet meer precies, maar we hadden wel gewonnen, ja. Ja. Nu moeten jullie tegen ADO Den Haag, dan zal iedereen hier in Eindhoven van tevoren zeggen en misschien wel denken van, gaan we wel even winnen? Ja, niet gaan we wel even winnen, maar ik denk wel dat wij gewoon die wedstrijd moeten winnen. Zit PSV in een soort flow, dat het nu allemaal eruit komt qua talent, qua ontwikkeling, qua prestaties? Nou ja, flow wil ik het niet noemen, want het is al een tijdje nu en ik denk gewoon dat we nu stabieler zijn dan vorig seizoen, vooral als we wedstrijd gelijk spelen of verliezen. Dat we dit seizoen ook hebben meegemaakt, dus nee, ik denk gewoon dat het een en al wat stabieler is. Iedereen verwacht wel dat jullie gaan winnen. Ja, klopt. Ja. Kom je dan in Den Haag helemaal geen bekenden tegen als je daar bent om te voetballen bijvoorbeeld? Moet je geen extra kaartjes regelen voor familie die daar nog woont? Nou, misschien wel extra kaartjes voor familie wat daar woont, ja, maar dat komt wel goed. Tot slot nog één keer eventjes terug naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag. PSV tegen ADO Den Haag. Wat is voor jou nou het ideale scenario? Is dat als jullie winnen of wil je per se ook de nul houden? Of? Ja, het ideale scenario zou zijn om te winnen en de nul te houden. Ja, daar heb je gelijk in. Als eerste staat natuurlijk 3 punten, maar het zou mooi zijn als we weer de nul houden in eigen stadion. Wil je nog iemand de groeten doen in Den Haag? Nee, dat doe ik persoonlijk.